Kom op, jongens. Ik heb net ook zo'n. Voor mij zetten we het? Voor? Ja, lekker. 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 Serieus. Kom op, bij die witte randen daar, hè? Ja, ik ga het even halen. Doorgaan. 5 minuten, zei ik, hè? Nou, help me. Ik ben Wij moeten denk ik langer dan 5 minuten. Zo, het wordt helemaal ingezoomd. Jordi, lukt het? Succes met die 3 minuten. Is hij nog dikker? Nou, Red is nog 2 minuten gehouden. Ja. Ik sta al de hele tijd. Johnny, kom! Ga jij zo nog wat doen? Ja, goed. Nee, zit goed. Kom eens door, hè. Robin, hou me. Ik ben wel klaar. Ja, onze kwaliteit roept. Kijk, zo is het goed. Dat wordt weer. Kom op, hè. Keurig. Is
Nee, wacht. Want ik ben hier nooit geweest. Yes. Klopt niet. Maar wel precies. Moet er water niet bij? Ja. Ja, kijk, doe niet te veel. Ik wou wel niet nodig aan. Nee, dit is te dun. Ja, doe mooi dat mee. Ja, doe ik zo meteen wel. Ja. Waarom is dat op het plaatje, kind? Nee hoor, niet. Wat ben jij aan het doen? Meneer, wat is het? Ik moet het roeren proberen. Wat moet er dat worden? Roos, doe ze. Meneer. Dit wordt zwaar, Suzanne. Moet je deze doen? Oh, ik heb ze helemaal. Oh, man, joh. Ja, maar dit is ook niet. Wat wordt het hier, dames? Hij is ook veel makkelijker. Hij is gewoon echt een kom op, jongens. Ik ga pas niet. Roeren, slappeling. Roeren, roeren. Is dit ongeveer 200 milliliter? Ja, het is afgewogen. Ik zal het maar even nawegen. Ja, waarom kun je een andere gooi dan? Ja, maar ik kan niet. Weet je nog meer? Even nog verder. Wat ga jij doen? Bakken. Of weet ik het, een snoep maken. Kijk, op het moment dat jullie geen kraag zouden maken, dus geen, wat gebeurt er dan? Dan zie ik straks, dan houden ze hem hier vast en op een gegeven moment komt het er echt volledig onder. Ik had net ook weer een jongen, nou die zat ergens tot aan bovenaan zijn schouder. En de hele spuit zit van onder tot boven echt helemaal glad, goor en vies. Zo krijg je hem goed. Jij houdt even die pot vast dan zo. Hou maar vast. Nou kijk, want dan kan de ander gewoon rustig opvullen. Nou, ik zou niet weten dat als je dit werk doet, dat je daar dan vies van moet worden. Mijn vingers blijven zelfs ook maar schoon. En dan op een gegeven moment kun je hem dus echt gewoon helemaal leeg maken. Nou, de rest van jullie zo, anders mogen jullie niks meer te doen. Nou, hoe ga je dat doen? Vervolgens, hup, de kaas terug. Je laat het wat zakken. En daarna is de bedoeling, rechterhand. Ergens zo halfwege dat je daarmee kan knijpen. En met de linkerhand, die hou je daar zwaar omheen, kun je mee sturen. Ja, zelf houd ik hem zo vast, maar dit is inderdaad ook wel makkelijk. Nou, dan ga je dus, jongens, let even allemaal op. Even een klein beetje hier erbij, een klein beetje naar achteren, kan iedereen het zien. Hoe ga ik dat doen? Ik ga namelijk vier op een rij en drie keer. Drie rijen van vier. En dan, om je een idee te geven, doe ik eerst even van die puntjes. Dan weten jullie ongeveer waar ze moeten komen. Leuk. Zo. Ik heb hem zelfs nog geen eens helemaal eerlijk verdeeld, zie ik. Want eigenlijk zou hij een klein beetje hier moeten. Nou, dan ga ik dus inderdaad opspuiten. Ik zet hem hier neer, hop, nog een keer. Dus wat doe ik? Ik doe dan als het ware in twee keer. Wat doet hij dan? Dan komt hij wel mooi omhoog, maar dan wordt hij niet te breed. En dan nog een keer, hop, hop. Nu hebben ze zelf niks meer te doen. Nee, wacht even, ik zal nu stoppen, want jullie moeten zelf ook nog wel wat doen. Anders zou het niet eerlijk zijn als ik ze allemaal doe. Nee, ik doe nog één rijtje, de rest doen jullie zo meteen, maar. Dat maakt niet uit. Vorige keer, dan moet je gewoon zelf verder beter werken. Nou hier, let op. Als jullie hem zo doen, dan ben ik niet een klein beetje, maar dan ben ik heel erg trots. Persoonlijk, als dit een bakker zou zijn, die zou dan bij zichzelf zeggen van, nou, ik vind ze nou niet helemaal mooi. Dan zegt hij bij zichzelf van, ik ga ze gewoon nog een keer overdoen en dat mogen jullie ook doen. Hoppakee, allemaal aan het werk. Keurig.